Sven Kums, je liet ons al een heel seizoen genieten van jouw vista en jouw goede voeten, maar nu ook ja, een goed hoofd. Het was een beetje geluk, ik moet toegeven. Ik had helemaal niet de intentie om, in duel te gaan of zo. Het was ook niet nodig, die bal viel gewoon op mijn hoofd. En hij gaat binnen, dus ja, mooie goal. En een verdiende zege. Ja, dat vind ik wel. Ik denk dat we, ja, dat we zeker de tweede helft, op basis van de tweede helft, de overwinning verdienen. Ik denk de eerste helft was vrij gesloten. De ploegen stonden vrij goed. Maar ik denk dat we ook dan de betere kans hadden. En dat we wel op voorsprong konden staan. Maar ik denk dat we ja, die wedstrijd goed hebben aangepakt. Gewoon druk hebben proberen zetten wanneer het kon. We hebben de duels gewonnen, denk ik. En ik denk dat ze weinig of geen uitgespeelde kans hebben gehad. Ik denk een paar lange ballen. Maar voor de rest, ja, verdiende zegen. En het leek ook zo verbazend makkelijk te gaan allemaal. Van een ploeg als Standaard, toch eerste in de stand. Ja, zou je toch wat meer weerstand verwachten? Ja, maar ik denk dat dat onze verdienste ook is. Ik denk, we stonden goed. Iedereen deed zijn taken. Je zag dat er, ja, dat er veel inzet was. En ik denk dat het daarmee begint, dat je die duels moet winnen voor goed te kunnen spelen. En daar begint het dan mee. En dan moet ik zeggen dat we ook in balbezit wel een paar mooie dingen hebben laten zien. Het is zo'n groot cliché in voetbal, maar de bank is wel ongelooflijk belangrijk. Als je ziet, ja, Theo Bongonda die nu komt kijken, Sila die zich ook volop ontplooit. Ja, dat belooft maar voor de rest van die playoffs. Nee, dat klopt. En ik denk dat ze dat iedereen daar een beetje zich miskijkt. Dat iedereen zegt dat Zultuarium misschien een kleine kern heeft. Maar ik moet zeggen, we hebben echt een hele goede kern. Met veel goede spelers ook die op de bank zitten. Die doen het goed. En die zijn altijd klaar als ze moeten spelen of moeten invallen. Dus ook een pluim voor die jongens. Kwaliteit boven kwantiteit dus. Ja, dat vind ik wel. Ik denk goede groep. Iedereen kan spelen. Iedereen doet zijn best op training en dat is alleen maar goed voor de jongens die spelen, want dat houdt hun scherp en ja, ze moeten presteren dan. De play-offs dan. 10 wedstrijden, 2 voorbij, 2 maal gewonnen, nog 8 te gaan en ja, waar eindigen we dan? Laat ons beginnen met de 3e plaats, dat zal mooi zijn. En alles wat beter is, is mooi meegenomen, maar ik denk dat we nog altijd 4 punten achter staan. Op de eerste, dus we moeten realistisch blijven. We moeten zien dat we die 3e plaats hebben en dan zullen we zien. En nog steeds die thuisreputatie, ongeschonden, nog niet verloren thuis aan de Gaverbeek. Schitterend publiek opnieuw vandaag dat achter jullie stond. Ja, absoluut. Dat doet wel iets. Als je ziet ook de tweede helft, als we naar het publiek spelen, dat we toch weer iets meer kunnen, dat we weer 2 doelpunten maken aan die zijde. Dus weer een pluim voor het publiek. Die er weer de hele wedstrijd heeft achtergestaan. Geeft jullie dat voor de wedstrijd al een bepaald vertrouwen van goh, we spelen thuis, vandaag gaat het wel iets makkelijker dan buitenshuis? Ja, absoluut. Dat speelt zeker mee in de hoofden. Dat we hier nog niet verloren hebben, dat het publiek sowieso erachter staat. En dat we, ja, het veld ligt ook schitterend, dat moet ook gezegd worden. Dus je kan hier gewoon goed voetballen. En volgende week opnieuw een thuismatch, dus opnieuw zonder verlies dan? Dat is de bedoeling, hè. Laten we die ongeschonden reeks vasthouden en laten we volgende week ook iets moois laten zien. Dank u wel, Sven Kums. Alsjeblieft.